ik ben zeker blij, ja. Ik ben blij met deze stap. Het is een grote stap voor mij om door te ontwikkelen en om hier te spelen. Waarom Ajax? Ajax is sinds klein is al een droomclub van mij geweest. En, het is gewoon een mooie stap. Goeie team. En je speelt natuurlijk ook bovenin. Het is gewoon mooi om mee te maken. Gedurende de afgelopen zomer hing transfer al een tijdje in de lucht. Hoe heb jij dat ervaren, die zomerlang wachten eigenlijk? Ja, dat hoort natuurlijk bij het voetbal. Het is geen eventjes niet door. En dan moet je de focus houden bij je eigen club. En dat heb ik zelf gedaan. Zozeer zelfs dat je afgelopen zaterdagavond nog met Heracles speelde. Terwijl de transfergeruchten natuurlijk volop speelden. Dat moet een vreemde gewaarwording zijn geweest. Zo'n wedstrijd spelen op twee gedachten eigenlijk. Ja, dat klopt. Alleen je moet jezelf focussen met Heracles. Omdat daar nog onder contract stond. En die focus moet je altijd blijven houden om toch te bewijzen. Gehaald als opvolger van Eriksen, kunnen we dat zo zeggen? Zo wordt het wel gezegd. Alleen ik moet gewoon mijn eigen ding doen en proberen belangrijk voor het team te worden. Het is een aardige leegte die je dan moet invullen. Voelt dat als extra druk? Ik moet daar gewoon goed mee omgaan. En zoals ik net zei, is gewoon hard werken en mijn eigen ding doen waar ik mee bezig was. Ja. Kun je jezelf vergelijken met Eriksen? Nee, ik denk dat Eriksen een ander type speler dan mij is. En, ik moet het gewoon op mijn eigen manier invullen en dat moet wel goed komen. In hoeverre heb je eigenlijk gevolgd tijdens de competitiestart? Ik denk wel elke wedstrijd gevolgd. Al was die interesse niet, volg ik ook gewoon Ajax en die andere wedstrijden. Dus, Maakt het team tot nu toe voor indruk op je? De afgelopen weken gelijk gespeeld. Het is gewoon een goed team. Voor 3 keer achter elkaar kampioen geworden. Dus zeker een mooie indruk. Contract voor 4 jaar, daar spreekt veel vertrouwen uit. Ja. De club heeft mij gevolgd en een contract voor 4 jaar, dat spreekt zeker vertrouwen uit. Het is nu aan mij om dat te bewijzen. Wat wil je bewijzen? Wat wil je bereiken? Ik kom hier om keihard te werken en natuurlijk om een baasplaats te veroveren.